mensen, welkom bij alweer een nieuwe challenge. Oh, we hebben trouwens de 200.000 abonnees op dit kanaal bereikt. Echt bizar. Dat is echt niet normaal. 200.000 op het tweede kanaal, echt, jullie zijn helden. Ik voel er bijna emotioneel van. Sorry dat er de laatste tijd geen animaties zijn geweest. We zijn echt heel druk geweest met het stripboek en hij is nu af. Vandaag ga ik weer een challenge doen met onze lieftallige Moerad, Marit. Bedankt. Dylan, Zwillen. We doen de most likely. Hoe heet die? The most likely to tag. Ja, dat is bijna niet te vertalen in Nederlands. Oké, wie zou het eerste? Wie zou eerder? Ik zou eerder bla bla bla. Volgens mij zie je de tekst ineens staan. Oh, oh, oh. Oké. Dan komt omdat er ook geen tekst staat. Oké. Goed, het idee is dus, hier staan een aantal vragen op en wij moeten dan een bordje omhoog houden met wie het eerder zou doen. Laten we beginnen! Wie zou er eerder een week niet douchen? 3, 2, 1. Wie heb jij? Jou natuurlijk. En jij? Ik heb ook mezelf. Ja, jij bent wel zo'n viespeuk. Maar ik douche serieus iedere dag. Als we moesten kiezen, dan denk ik toch dat ik als man zijnde minder snel zou douchen. Jij zou best wel een dag kunnen overslaan, dan word ik al na van. Ik kan een goede week overslaan. Wie zou er eerder trouwen voor geld? Wat? Wat? Hoe zou ik? Ja, omdat jij wel zo'n golddigger bent. Jij bent hier de golddigger. Hoezo? Je bent met mij getrouwd. Oh nee, vrouwen doen dat over het algemeen wel eerder dan mannen. Oké. Okay. Wie zou er het eerste gearresteerd worden? Ja, die is gewoon heel makkelijk. Jij bent al eens gearresteerd. Hey. Maar een paar keer. Ik bedoel, ik ben ook nooit in aanraking met de politie gekomen. Behalve voor het leven van de paashaas in die video. Heb ik ze gebeld. Vertel, bied maar op. Nee, ik ben wel een paar keer bij de politie geweest. Niet echt gearresteerd, eerlijk gezegd. Maar goed, hè? Hieruit blijkt alweer dat het toch met iedereen goed kan komen. Zelfs met de ergste gevallen. Wie zou er eerder emigreren? Verhuizen naar het buitenland. Sowieso Marit. Ja, dat is heel makkelijk, want jij houdt niet eens van reizen. Nee, ik haat reizen zelfs. Zo raar, hoe kan dat? Ik weet niet, ik vind het gewoon lekker om in mijn landje thuis te zijn. In ik vind mijn het landje. Ja, Marit die wil echt het liefst iedere week weer op reis. Ja, maar dat gebeurt dus niet. Hallo. Hallo. Hey, Nina. Ik ga gewoon niet meer binnen. Zo. Goed? Sorry. En ineens was er gewoon iemand hier binnen. Dat gebeurt hier wel eens. Ja, dat gebeurt. Wie zou er het eerste een kind willen? Oh! Oh! Wat? Ja, ik dacht jij. Ja, dat heb ik ook. Zou je al een kind willen? Nu nog niet, maar wel snel. Kom. Nee. Oh, gaan wij de eerste YouTube baby maken? Ja, dan krijgt hij gewoon zijn eigen kanaal. Is toch leuk? Okay, ik ben nu nog wel een beetje te jong, maar weet je wat het is? Ik ben natuurlijk veel ouder dan jij bent, hè? En ja, jij is al eerder een kind. Wij gaan die eierstokken zo rammelen. Ik hoor dat ook soms, s'nachts eens. Wie zou er het eerste de meest dronken persoon op een feestje zijn? Wat? Ik? Ja, jij bent dat zo. Niet waar! Jij bent. Ik ben nooit dronken. Ja, maar dronken. Jij bent nooit dronken. De laatste keer dat ik jou dronken heb gezien, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Oh ja, één keer. En toen wilde je niet. Wilde Dylan niet s'nachts naar een speeltuintje om daar ergens te gaan zitten. Ja, ik was misselijk en ik wilde niet binnen overgeven. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar op een draai worden zitten. Ja. Wie zou het eerder overleven in de Hunger Games? Huh? Ik, hè? Waarom ik? Jij bent tenminste... Omdat jij heel lang zonder eten kan. Je bent dat stuk. Die is eigenlijk wel erg, sorry. Ja, dit vind ik eigenlijk niet zo leuk. Doei, succes met je video. Die was echt erg. Sorry, schat. Ik hou van je. Nee. Duidelijk nog nooit de Hunger Games gezien. Wel, maar dat is met vechten en zo. Maar het heeft ook met eten te maken. Voordat ik zeg maar een dag in zo'n boom zit, heb ik hem nog niet bereikt. Nu ben ik al doodgeschoten. Jij kan in ieder geval... Ik weet niet. Trouwens, nee, ik kan tenminste rennen. Jij kan rennen. Jij bent vet. Ik ben echt een pussy. Jij bent best wel een sterke vrouw. Maar ik kan juist niet zonder eten. Ik kon dat ooit. Maar nu niet meer. Nu word ik altijd vet chagrijnig als ik kan eten. Ja, oké. Jij zou wel... Wie zou het meest chagrijnige zijn in Hunger Games? Maar het... Wie zou het eerst plastische chirurgie ondergaan? Ja, Marit wil haar lippen ineens laten opspuiten. Niet doen! Kijk, er valt eigenlijk weinig op te spuiten, want er is geen lip. Er is geen bovenlip. Jij zou het wel eerder doen dan ik. Ik ben bang voor alle naalden die er maar bestaan. Dus ik zou dat niet eens voor goud te doen. Ik zou het niet eens voor een miljoen doen. Als je een miljoen zou krijgen,
Dan zou je toch serieus wel even één botox-spuitje laten doen? Gat, nee! Ik ga het niet doen hoor. Nee, ik moet gewoon accepteren dat ik geen bovenlip heb. Ja. Ik ga een soort bovenlippengroep opzetten. Praatgroep voor mensen zonder bovenlip. Die kunnen niet zo goed praten, want die hebben geen bovenlip. Wie zou het eerste van ons twee doodgaan? Ik denk maar. Ja, jij bent oud. Ja, dus... maar ik ben een vrouw, dus die worden ouder. Ja, maar je bent zoveel ouder dan ik, dat je waarschijnlijk eerder doodgaat. Ik zat meer te denken aan wie dan bijvoorbeeld gezonder leeft. En dat ben ik. Oké, dan zou ik wel eerder doodgaan. Dadelijk gaat er ooit iemand dood en dan heb je deze stomme vraag naar antwoord. Maar het wordt altijd heel verdrietig als je bedenkt dat er ooit iemand doodgaat van ons twee. Ja, dat vind ik niet leuk. Ja, je kan er beter niet aan denken. Je kan beter aan leuke dingen denken, zoals wie zou het eerst met een collega naar bed gaan? Oké, die vraag had ik niet verwacht. Wat? Ja. We hebben alleen maar mannelijke collega's, ik val niet op mannen. Teun en Rick. Je gaat toch met mij slapen? Ja, oké. Ja, maar dan zouden we allebei met een collega naar bed. Dus het is goed dat we allebei eigenlijk benoemen. Wie zou er het eerste iets belangrijks vergeten? Duidelijk deze meneer. Ja. Nou, valt wel mee. Ja, wanneer ben ik jarig? Nu. 23 juni. 22 juni. Wat? Juli. Nu. Juni. 22 juni. 20 juni. 20 juni. Maar dat is niet belangrijk. Jij hebt dat is hem. Iets goeds te maken. Misschien bijvoorbeeld mij een bovenlip geven. En dan gaan we naar de allerlaatste vraag alweer. Wie zou het eerste 1 tegen 100 winnen? Zonder twijfel. Maar het is echt belachelijk slim. Ik maak geen grap. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo slim is. Maar het weet al die dingen. Dus stellen dat een vraag waarvan ik denk, ik weet niet eens wat deze zin betekent. En zij weet het antwoord. Het slaat echt nergens op. Nou, ik keek op mijn 12e al naar Oprah. Daar heb ik meer van geleerd, denk ik. Je leert bij mij echt wel meer dan van Oprah. Dat was de Most Likely To Challenge. We hebben best wel goed gedaan. Ik denk dat we best wel veel dingen wel eens waren. Ja, maar wat win je nou mee? Jij krijgt niks minder dan een plaatje met Marit erop. Oh, daar ben ik echt blij mee, want anders vergeet ik mijn naam bijvoorbeeld. Mensen, bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan even op het duimpje omhoog. Dit is Marit's Instagram, dit is mijn Instagram. Daar kun je ons volgen. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste video's op dit kanaal? Wil jij één van de 200.000 mensen zijn? Meer zelfs dan. Dan moet je op abonneren klikken en dan word je gratis op de hoogte gehouden van de nieuwste video's. Ja, dat kost allemaal niks op YouTube. Dan willen we jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later!